Welkom in de wereld van Cassie! Wij staan hier bij de Merve Pasta. Work de la pasta. In ieder geval, het komt erop neer. All you can eat, pasta en pizza, Italiaans eten. Dus wij hebben vandaag de challenge. Wie kan het meeste eten? Oké, we hebben binnen een plekje gekregen. We moesten wel vrij lang wachten, want het gaat hier van 8 uur s'avonds open. Dus dat slaat mij aan. Ze leven hier in Spanje best anders van eeturen en zo. Oh, dat gaat om mij. In ieder geval, het is nu al een keer iets. Allee, buffet in ieder geval. En drinken. Pizza, pasta, drank, toiletbezoek. Toiletbezoek. En we betalen 52 euro met ons vijfjes, want Emilian, ja, die eet nog niet mee. Hè. Ze zijn onder 1,40 meter, dat zal minder dan volwassenen. En Liliana is nog geen 1,40 meter. Net niet. Net niet. Ik kom 2 of 3 centimeter te kort, denk ik. Oh ja. Ja. Ze zijn hier al aan hun eerste ronde begonnen trouwens. Want ze kregen bij binnenkomen direct een snoepje. Dat Vangelias is al op. Je hebt een draak. Oh. Wauw, jij ook een snoepje? Ik zie wel op de camera dat het best donker is, dus sorry voor het donkere beeld. Oké, dus daar is al ronde 1 gepasseerd. Papa? Wij moeten wat goed maken. Ik ga mij niet laten schuren. Nee, ik ga vals spelen. We beginnen hier al met risotto en dan allemaal groentjes, patatjes, frietjes. Oeh, ziet er lekker uit. Dat is niet enkel ravioli, raviolini. Oh my. Hier spaghetti bolognese, vriend. Dat is voor Julia hier, hè? En maatje. Hier is spaghetti bolognese. En hier is met ham en kaas, denk ik. Alfredo. Hier met vis. Lekker, hè? Ja, pollo. Kip. En pizza. Wat zijn dikke pizza's? Deep pan pizza's. Ah, en hier zijn nog... Oh my, mannen. Wij gaan kunnen eten ze, hè? Dit ziet er ook wel een goeie uit. Quattro formaggi. Oh, hier gewoon tomatensaus, lasagne. Ik denk cannelloni is dat. Dit is ook lasagne. Amai, ik ga niet weten wat ik moet... Oei, kiwi. Dat zijn salades. Ah, hier kan je zelf je salade een beetje beleggen. Amai, mannen, hé, maar wij gaan kunnen eten ze, hè? Wij gaan kunnen eten. Juliana, hier is nog. Wat is dat? Oh, dessertjes. Profiterolletjes. Wat cakejes, brownie, fruit. Dat is goed. Dat komt keigoed uit, want ons dessertje is op van Julia's. Dus kan je dat hier al hebben. Zo paar minuten. Ja, en wat is dat? Ah, slagroom. Slagroom, nog wat beleg voor op ijsjes. Dus dat wil zeggen dat ijsjes hier ook wel zijn. Aardbeissaus, chocoladesaus. Ah, hier is En hier is drank. Drank. Warme dranken. En dit is... Wijn. Oeh, karafke wijn. Pepsi Lipton. Icy, Liliana. Pepsi Max 7-Up. Ah, en hier sta ik wel van het vat. Jammer dat ik met de auto ben. Liliana is aan haar volgende ronde bezig. Ronde 2. Julia's. Ik heb niks voor te eten. Ik ga ook haar ronde 2 beginnen. Als je een mes in de vork vindt. En Lorian. Papa, we hebben geen mes. Lorian gaat ook aan zijn tweede ronde beginnen. Smakelijk. Ronde 1 voor papa. Bellissimo. Dat is Italiaans zeker. Maar ja, het is bijna Italiaan. Oké, de eerste ronde voor mij. Hey, en de derde ronde voor mij. En de derde ronde voor Julia. Ik zag het. Dus ze biedt helemaal rood van de spaghetti, denk ik. Zie maar, die eet dat zoals de nichten, hè. Niet gesneden. Jij wel, hè, Loria? Onze grote ergernis. Ja. Niet gesneden. Oh, papa. Jij moet nog wat eten, hè. Lekker stukje pizza, denk ik.
Liliana komt ook met een bordje af, maar ik weet niet dat ik akkoord ga met zo'n bordje. Eén kippenboutje en het is geen bord. Maar ik wou iets, maar ik moet nog één dingetje eten daarvan. Ah. Van mama. En mama stelt het niet voor. Ja, maar ik bedoelde niet zomaar eentje. Ja, een stuk of drie dan. Hè? Dat is dan één bordje. Oké, ik ga er nog aan. Ja, gaat er... We gaan er, ja. Als dat op is, mag je er nog twee gaan halen en dan telt dat voor je derde bordje ook al. En Lorian lust zijn spaghetti niet zo graag, dus ik ga voor hem een ander bordje pakken. Misschien een pizzakje. En bordje, hoeveel van Julia's is het al? Bordje 4. Jij is een zotte, staat wel sterk aan de leiding nu. Hè? Lorian zit aan zijn, ja wat is het eigenlijk, tweede bordje? Want zijn... Derde. Nou nee, je echte tweede bordje heb je niet opgegeten. Hè? Wij zitten toch met valspelers in de familie, hè? Van wie zou ze dat hebben? Van de tante. Nee, ik niet. Nee. Nee, ik serieus. Nee? Ja, ik ook niet. Nou, dan zullen ze het misschien wel licht van de tante hebben. Nee, jij kan niet vals spelen. Dat is waar. Die daar, dat is andere koek. Smaakt het? Bordje nummer. Ik ben de tel al kwijt. Twee, denk ik. Ja, het is twee. Ik heb voor de kinderen al zoveel opgeschept dat ik zelf niet meer weet hoeveel borden dat ik voor mij heb. Twee, hè? Spaghetti monster. Rood monster. Ik heb ook pasta met rode pesto. Dat gaat echt smaken. Twee voor papa en mama. Jij gaat ook in de tweede beginnen. Jij bent eigenlijk al tweede van Lorian aan het opeten. Ja, dat telt ook wel. Dat telt mee. Dat telt mee. Hé? Ja, dat mag. En Liliana heeft lekkere Belgische frietjes gepakt in een Italiaans restaurant in Spanje. Dat is voor een beetje multicultureel te doen, denk ik. Hè? Zolang het maar lekker is, hè. En jij zit aan bordje nummer? 4. En Julia zit aan bordje nummer? 5. Lekkere kipjes. En Lorian heeft ook kipjes gepakt en die zit aan zijn... Laten we zeggen, derde bordje. Eerste bordje, tweede bordje. Ja. Nee, Lorian doet niet meer mee. Oké, dat is niet erg. Oh, mama, dat ziet er lekker uit. Goeie pasta. En bordje nummer. Ik ga hem terug moeten zien op de vlog. Allee, en papa begint weer aan zijn volgende bordje. Going for the win. Ja, maak jullie allemaal af. Ik denk dat je toch wel heel veel concurrentie hebt. Ik ben vol. Ja. Julia heeft nog steeds vol. Dat is waar. En er komt sowieso nog een pizza met chocolade aan. Ja, dat weet ik zeker. Dat hebben ze gespot. En Emilian, aan uw hoeveelste bordje zit jij al? Of moet ik sliertje zeggen? Hè? Je meet een beetje zo'n klein beetje mee. Het is gewoon gekookte pasta. Maar hij was een beetje jaloers omdat wij waren aan het eten en hij niet. En kijk eens hoe blij dat hij is met de pasta. Dat zal ik met die handjes. Mandje. En mama, jouw bordje is leeg, zie ik. Ja, ik ga voor de volgende ronde. En ik heb ook mijn volgende ronde gevuld. Ik ga voor ronde nummer 5, denk ik. Ja. Ik weet het niet meer. We zullen het moeten natellen, want ik ben de tel ondertussen ook al kwijt. Dat is mijn 5. Dat is jouw. Ik vind wel dat wij ongeveerlijke concurrentie hebben. Ik ga nu ook gewoon eens. Dat is jouw vijfde. Is dat mijn vijfde bord? Ja. Dat zou wel goed kunnen, ja. En nog een bordje voor mij. Ting ting. Vroeg aan mama, heb je al iets gefilmd? En mama zei, nee, zie mij zitten. Dus ja, we zien ze zitten nu. En Emilian zien we staan. Ja. Dus de jongens zijn aan hun laatste strohalm begonnen, denk ik. Wat hebben jullie? Pizza met chocolade, pizza dessert. Super, super lekker. Met Smarties op. Ja, er zijn zelfs twee soorten, mijn vriend. Allemaal met Smarties. Niet allemaal met Smarties. De ene met Smarties, de andere niet. Is het lekker? Ja. Wie krijgt er nog zo een op? Moet niet, hè? Moet niet, hè? Dat dacht ik al wel. Ik dacht echt dat wij easy gingen winnen. Nee, het wordt nog wringen, hè? Ja. Ja.
Liliana, wat heb jij bij? Ik heb niet gezegd dat het een echt bordje is. Ik wil het gewoon niet. Ja, dat mag natuurlijk. Hey. Voilà, een appel voor die een appel leren. Die wil zijn maaltijd afsluiten met een appeltje. Jij zei wel een appel. Een banaan dan. Ben jij een banaan? Nee, dan ben jij een appel. Ja, ja, dat lijkt, de man lijkt op een banaan. Jij lijkt op een banaan. Allee, smakelijk. Jij bent een banaan. Jullie zijn bananen. En appelen. Jullie zijn, jij bent een kiwi, hè? Nee, ja. Kom, eten. Eten en zwijgen. Kiwi. De laatste kiwi. En Julia's heeft een ijsje gevonden op weg terug van het toilet. Dus zijn buik is terug leeg. Die begint aan ronde 2. En bordnummer. 6, 7. 7. Dat zullen we wel nog wel zien. En deze appelleren heeft een beet gedaan. Maar ziet een ijsje. Oh, het zijn meerdere beten. Hij ziet een ijsje en hij wil ook een ijsje. Wat zullen we doen? En een vanille ijsje voor deze fresco. Hè? Lust jij dat wel? Hop, in het mandje. Ja. Hop, in het mandje. Hop, in het mandje. Ja, hij lust het. Ja, Eliana? Een ijsje. Hallo. Chocoladeijsje. Zo, en ik begin ook aan mijn laatste dessertbordje. Want de rest heeft ook al gedaan. Hè? Ik denk dat er toch wel één dadelijke winnaar is. Wij zijn buiten en... Oh, ik raak niet meer vooruit. Echt waar, papa? Ik denk dat ik met 20 kilo zwaarder naar huis ga dan ben ik binnen gekomen. En het zal niet aan kleren zijn, hè? Het zal eerder aan... Ja, en ik heb nog niet zoveel gegeten. Ja. Ik denk wel dat wij nog eens gaan terugkomen. Ja, het was wel goed. En hadden jullie gelijk? Wie had het meeste gegeten? De winnaar is... Was het Lorian? Nee. Was het Julia's? Ja. Was het Liliana? Ja. Was het papa? Ja. Was het Emilian? Nee. Ja. Was het mama? Nee. Jullie gaan het weten, want ik ben de tel al lang kwijt. Ja, ik vond je het een leuke vlog? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Daag! Adios vanuit Spanje. Adios.